Ga nou omhoog met die turret. Ga nou omhoog. Bijdraaien. Wacht hem aan. Hopelijk maakt hij geen kills. Omhoog. Kom op. We moeten die Panzer IV. Hij mag niet punt C pakken. Dat kan echt niet gebeuren. Zet de turret klaar. En... daar, doei. Target destroyed. Yo mensen, welkom terug bij War Thunder. En we rijden vandaag in onze T-34-85 hier in Rusland, midden in de sneeuw. En zoals jullie zien ben ik met mijn teammaten onderweg en wij gaan naar punt C. Dat is het punt Charlie. En op dat punt gaan wij proberen het strategische ding over te nemen. Klinkt allemaal heel logisch, waarschijnlijk. Voor de mensen die het spel niet kennen, het is een tankspel en dit is onze tank. Wij zijn als de Russen en we verdedigen ons tegen, ja, de Amerikanen en de Duitsers. Dus jullie zien dat ik Volterra heet. Nou, gewoon NATO is ons, ons zo'n ally, zeg maar. Onze teammaat. Wij kunnen hem repareren enzovoort. En ja, eigenlijk hartstikke lachen om dit te doen. Ik heb geen idee hoe dit potje uit gaat pakken. Hopelijk kunnen we een paar goede kills maken. Misschien een zone overnemen. En sowieso hoop ik dat we kunnen gaan winnen. Het is allemaal heel afhankelijk van hoe we spelen. Ik ken deze map toevallig al. Stalingrad heet de map. En we gaan proberen achter een schuurtje te verstoppen bij C. Hopen dat de vijand voorbij komt en ons niet ziet. Dat is het idee. Maar ja, mochten we toch afgaan en genoeg punten hebben, kunnen we eventueel in een vliegtuig stappen. Kan ik op zich goed, al moet ik het zelf zeggen. Ik was net even aan het spelen, had ik 5 plane kills. Dat is knap, ja. Maar zien wel. Ondertussen is ons team B aan het overnemen. Kijken. Ja, ik heb mijn verrekijkers ook ingesteld. En ik zie daar al een M18 branden. Oké, gelukkig hebben we een T-34-85E voor ons. Die is aan het hebben jullie hem gezien? Achter dat bassin zat een tank. Ik zag zijn mitrailleur. Ja, daar staat een T-34-85. Daar, ja, ik weet niet of dat jullie het zagen, maar ja, daar gaat hij. Oké, wij zitten hier achter het schuurtje. Ik ga eerst een poosje spotten, want ik wil zeker weten dat er niet daar nog iets anders zit. Een M18 heeft een T-34-85 gekild. Daar ging iets, dat zou maar zo'n Tiger of een M18 kunnen zijn geweest. Ik zie zo niks. Maar er zit daar aan de... oh, wacht. Die T-34 moest een schot incasseren. Heel goed opletten. Er zitten enemies op B. Dat is hier een stuk vandaan. Ik ga toch op safe spelen. Kijk hoe het zit. Nou, hier zit onze teambuddy. Daar zit ergens een tank destroyer. Ik denk dat wij gaan oppushen hierheen. Om zo dit stuk te kunnen verzekeren. En eventueel pushen richting B. Lijkt erop dat alles vrij is. Desalniettemin moeten we goed opletten. Ja, maar er wordt opgepusht door de rest van het team. Daar gaat onze T-34 door een Panzer IV. Oké, we moeten uitkijken. Ze hebben daar een IS-2, die staat daarboven. Maar we moeten uitkijken. Hier ergens in de buurt zit dus blijkbaar een Panzer IV. Daar.
omhoog met die turret. Ga nou omhoog. Bijdraaien. Wacht hem aan. Hopelijk maakt hij geen kills. Omhoog. Kom op. We moeten die Panzer 4. Hij mag niet punt C pakken. Dat kan echt niet gebeuren. Zet de turret klaar. En. Daar. Doei. Target destroyed. Zo makkelijk kom je daar niet vanaf, vriend. Denk je wel een beetje op mijn teammaatje schieten? Echt niet. Mooi, en dat is punt C gekleerd. Daarvoor reden we hier. Punt C, defenden, verdedigen. Zullen we nou direct uitkijken, want als het goed is, is het uitgekant. Maar we weten niet, misschien is er ergens een enemy tank door de linie heen gebroken. Daar werd ik ergens vandaan geraakt en ik weet dat daar een tank rijdt. En ik werd van ergens geraakt. Ik heb geen idee waar vandaan. Ik weet dat er hier ergens een enemy tank moet zitten. En dikker Max. Ja hoor. Jaag hem op. Die kunnen we hebben. Target destroyed. Tot ziens. Ja hoor. Dat is gewoon het goede van deze tank. 85 mm. Ho, 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 ho. Niet Merry Christmas. Ah, shit. M18. Hij is gelukkig gespot door een enemy. Door een plane. Nou, payback time. We hangen er 200 kilo bommen onder. En we gaan kijken of dat we misschien kunnen bombarderen. Zijn er al enemy planes up? Ik kan ze zo niet zien. Oké, dat is op zich een goed teken. PE3. Dat is onze bomber. Eigenlijk wil ik... Ah, iemand is punt C aan het capturen. Shit. Gaat niet goed. Ik moet deze bommen droppen. Eigenlijk om de vliegtuig of zo zien te killen. Enemy plane. En dan zo gauw mogelijk terug op battlefield in. Maar laten we eens bij... Ah, daar. Daar gaan we eerst even op jagen. Tenzij die Jak 9 weet te killen. Maar het is een Junker 87. Zo ziet het eruit. PE3 gaat erheen. Kom maar, wij hebben snelheid. We kunnen op hem inlopen. Loop in. Kom maar. Als de PE3 hem niet gekild krijgt, kunnen wij dat altijd nog doen. Nou, hij staat in ieder geval... Ja, het is een Junker 87. Ik denk dat hij neergaat. Hij gaat volgens mij down. En ik weet niet zeker, dan halen we nog een keer aan. Oil tank. Ik denk wel dat hij down gaat. Oh, een enemy kill assist hebben we. Nou, ik vind dat we er een kill voor hadden moeten krijgen, maar goed. Ik heb jullie in ieder geval laten zien dat ik ook best een beetje kan vliegen, gelukkig. Laten we nou eventjes goed scannen. We willen niet dat er iemand anders zomaar achter ons aankomt. En dan gaan we een tank opzoeken. Ondertussen heb ik helemaal gemist te zeggen, A en B zijn weer terug bij ons. Dus we gaan even C uitkomen met het vliegtuig. We gaan nu in de spotmodus. Oh, ik zie, er zijn er ook op B. Dus eventueel bommen op B zou ook wel kunnen. Maar ik ga spotten richting C. Daar zat natuurlijk ergens een M18. Kijken of we hem ergens kunnen zien. Ik zie hem nog. Ik heb niks gezien net. Het kan zijn dat ik heel blind ben hoor. Maar ik heb niks gezien. Ik zie niks.
ondertussen kijken. Zijn er enemy planes? Nee. Oké. Bommen op B. Hopelijk waren die bommen een beetje goed. Nee. Alleen een hit. Shit. Die hadden de kill moeten maken. Het is een M6A1. Dat is een zware heavy tank. Oh, hij is in ieder geval dood. Maar dat is niet een makkelijk te killen tank. Zien we hier ergens een enemy tank? Is dat nou een enemy tank? Geen idee. Kan ik niet zien. Ik hoor hier iets schieten. Dat is een anti-air. Oh shit, daar gaat er eens van onze I-16's. Of zelfs een jak. Leek het zelfs op. Oh! Nee! Wirbelwind! Hopelijk hebben we genoeg spaanpunten om in een KV of zo te gaan. ASU 57 zou goed zijn. Maar, gaan we toch niet zeggen dat het voorbij is? Nee, gelukkig. Oké, KV-1S. Dit is onze heavy tank. En het is een 76mm Russische heavy tank. Reload tijd is niet al te best. Maar we gaan gewoon voor punt C. Attention to the map. Attention to waar? Daar. Ik zal kijken of ik hem tegenkom. We gaan doen wat we kunnen doen. We gaan gewoon naar C. De C. Moeten we gaan overnemen. Tegelijkertijd, ik heb geen idee waar die M18 is gebleven. Ik zie dat een IS-2 van ons gesloopt is. Maar waar? Oh, die gaan we helpen. Want er zit een anti-air van ons team op C. Die gaan we cover geven. Ik zie trouwens ook bij B, is ook heel interessant. Ja, we moeten eerst naar B toe. We moeten eerst die focus leggen op B. Zit hier ergens een tank destroyer? Ik gok dat het een M18 is. Zit hier ergens in de buurt. Daar rijdt hij. Dat is hem toch niet? Was dat nou een Tiger? Zal toch niet? Ik zag iets rijden, maar ik dacht echt dat de blauwe letters bovenop stonden. Oh, wacht. Dat was onze... ik snap het. Dat was onze SU-152. En die is zojuist gekild door een Tiger H1. 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 Wat is H1? Oké. Dit is heel spannend. Daar. Oh, en M4A1. Ja, we staan hier met z'n allen. We staan hier lekker te snuipen, Russen. Goed zo. Ik had hem spotted, maar hij is zelfs al gekild. Goed uitkijken. Staat hier ergens? Dat is een Tiger. Dat weten we. Voor de rest is het gewoon echt een kwestie van wachten. Kijken wat er gebeurt. Waar? Daar. Oké. Daar rijdt iets. Maar dat is een friendly T-34 zo te zien. Kan pushen. Oh. Vliegtuig. Ah, dat zal een vliegtuig van ons zijn. We kunnen pushen. Geen idee wat er gaat gebeuren. Oh, die M6A. Er is een M6A1 gekild. Ik denk dat wij gaan pushen. Heel erg uitkijken. Ik heb geen idee wat er hier allemaal rijdt. Ik weet wel dat er hier een PT-76 staat. Vermoed ik.
Daar staat een ZSU 37. Die heeft misschien het meest onze hulp nodig. Maar ik wil hier even kijken wat gebeurt er hier. Oh. Er staat een PT 76. En er wordt een aan de andere kant. Wordt A wordt gecaptured. Laten we maar pushen richting die ZSU 37. Geen idee of het veilig is. Maar pushen naar A. Denk ik niet dat het hem gaat worden. Oh wacht, daar staat ons een buddy van ons. Ja, oké, nou die is dood. Die wirbelwind. Oké. Kijken of we iets kunnen spotten. Denk het niet hoor. Wordt hier geschoten? Ik heb geen idee van door wie. Waarop? Op een M4. Oké, we gaan gewoon pushen. Ah, het is al afgelopen. Nou, hier hebben we de eindscore, jongens. Derde geworden uiteindelijk. Ging hartstikke lekker. Jammer genoeg geen air targets destroyed. Wel een enemy kill assist natuurlijk. 2 ground targets destroyed. Als je het mij vraagt, best mooie kills. Niet mijn beste potje, maar het was toch wel lachen. Zijn jullie nou heel geïnteresseerd in War Thunder? Gooi dan zeker eventjes in de reacties dat je het leuk vond. En spreek zeker een keer met mij af op Discord of zo. Ik zal wel een linkje in de beschrijving gooien. Ik ben best fanatiek op War Thunder de laatste tijd. En als je het leuk vindt, doe een keer mee in een multiplayer video. En dan kunnen we lachen. Dan kunnen we samen een keertje aan de kant van de Russen, de Duitsers, de Amerikanen, de Britten, Japanners. Mij maakt het niet uit. Gaan we gewoon strijden met z'n allen en ze wordt vast hartstikke lachen. Dus voor nu tot de volgende keer en vergeet niet een like achter te laten. Later!